Okay, people, let's go to work. Ja, hallo mensen. Hartelijk welkom bij de 6e aflevering. Het is gewoon te lang geleden dat we dit hebben gedaan. Rollercoaster Tycoon 3. Ik had het spel heel lang van mijn PC afgehaald. Omdat... ik was het gewoon even zat. En daarom heb ik ook geen één park meer. Ik had natuurlijk een park gebouwd. En wat is het leuke om gewoon een nieuw park te gaan bouwen met jullie allemaal. Ik heb een aantal custom sceneries gedownload. Dus dat betekent nieuwe uitbreidingen, nieuwe objecten. En we gaan gewoon lekker een beetje bouwen. Dus ik dacht, jullie vinden dat vast en zeker wel leuk om dat een keer te doen. Ik ga het pad nog iets breder maken. Want ik vind een brede pad vind ik realistischer. Heel veel mensen willen altijd enge, dunne paadjes, 1x1. Dat moet je niet doen. Dat is, ik weet niet. Ik heb trouwens ook nog een idee in mijn hoofd om Disneycraft een beetje na te bouwen. Maar dat is echt, dat kost echt te veel tijd. En dat ga ik dus niet doen helaas. Sorry voor de mensen. Ik heb inderdaad wat custom scenery gedownload. En ik dacht, we gaan gewoon eens kijken naar wat ik heb gedownload. Ik heb een paar keer dat mijn spel vast bleef hangen. Maar dat betekent dan dat een custom scenery niet goed heeft geladen. En je ziet fucking veel objecten er in Rollercoaster Tycoon zitten. En dat is eigenlijk, te veel. Naar mijn mening te veel. Hier zie je al dat we gewoon extra bankjes hebben gedownload. En dat zijn bankjes. En die zien er best wel heel schattig uit. En ik ga eens even kijken of we een beetje een leuk bankje kunnen vinden. Even kijken. Vodins is een set. En die set die heeft allemaal leuke bankjes. Ik zie hier nog een paar bankjes. Je kan bankjes schuin zetten. Maar ik denk dat ik even voor nu de originele Rollercoaster Tycoon 3 bankjes neem. En als ik dan moet kiezen, dan zijn het gewoon de simpele houten bankjes. Ik vind het gewoon hartstikke leuk hoe die eruit zien. Vinden jullie niet? De simpele houten bankjes. En ik ga er gewoon zo. En jullie denken van, waarom laat hij nou twee vakjes over? Nou, dat is heel logisch. Voor de lampjes. Die plaats je namelijk zo. En dan daartussen komt natuurlijk de oldschool prullenbak. En we hebben een blauwe. Dat is altijd de standaard prullenbak. Ik denk dat ik overheen ben gegaan. Nee, de vuilnisbak. De groene, helaas. Sorry, was verkeerd van mij. De groene prullenbak. Zo. Kijk, nu hebben we in ieder geval een beetje een pad vol. Zo. En nou gaan we dus de zijkanten mooi maken. Nou, dat doe ik dan meestal met een bosje. En dat bosje dat staat hier niet. Dus ik weet niet waarom ik daar keek. Kijk, we hebben ook stenen rotsen. Ik ga ze proberen aan te klikken. Mijn spel kan uitslaan. Nee, dit slaat niet uit. Kijk, dit heb ik gedownload. Mooie steentjes. Nou, ik vind dat er best wel leuk uitzien. Twee van die steentjes zo. Ik denk dat ook nog een klein steentje. Kijk, dat is het voordeel aan custom scenery. Je kan objecten door elkaar heen plaatsen. En dat kan niet bij objecten die standaard in het spel zitten. En ik zie dus hier ook dat je gras toe kan toevoegen. Kijk, kan je een beetje er doorheen doen, zie je het? En ik heb hier nog van, grondspul, weet ik veel. En leuke plantjes. Die plantjes zien er echt schattig uit. Maar hoort een beetje niet bij deze thematisering. Even kijken hoor. Want dan krijgen we zo snel zo'n jungle thema setting. Ik heb hier wel een tree. En dat ziet er op zich wel heel leuk uit. Om hier even een paar trees neer te zetten. Zo. Hier nog een paar. Want anders ontbreekt het een beetje zo. En dan maak ik nog een tree erbij. Het zijn een beetje safari trees. Dat wil ik niet. Ik pak wel de grote den ook een beetje. En natuurlijk de Douglas. Dat is gewoon de standaard boom dit. Dat is echt de standaard. Dat is echt waar. Die vind ik altijd. Ik vind hem sowieso heel mooi. En dan meestal de grote huls. Die pak ik ook. Kijk, dat zijn een beetje de volle bosjes zo. Ah, dit ziet er al redelijk uit toch jongens. Met die stenen. Die stenen doen het hem al hè. Die stenen doen het hem. En dan pakken wij de kleine heg. En meestal doe ik dan een randje. Langs dat zijkant van de pad. Kijk. Ik vind dat er altijd veel beter uitzien. Ik weet niet. Het maakt het wat voller. Nou, ik weet niet. Ik vind het zo leeg als het zo kaal afgezanigd is. Kijk, en dat is het voordeel. Kijk, je kan hier doorheen bouwen. Maar bijvoorbeeld, kijk. Dat kan ook. Laat maar. Ik kan het niet laten zien. Ik wil het wel laten zien aan jullie, maar dat zien jullie dadelijk. Je kan het nu al zien eigenlijk. Ik kan hier niet bouwen. Het staat rood. En dat komt omdat daar een pad zit. Maar zo'n boom die ik net had, die zou ik dus wel op dat pad kunnen plaatsen. En ik ga dan wat leuks doen. Ik weet al precies wat.
Ik heb namelijk bij het pad heb ik ook wat gedaan. Dat had ik gezien stiekem al van tevoren. En even kijken waar dat precies stond. Want ik heb hier bijvoorbeeld hier Ghost Blasters. Dus allemaal geesten, enge dingetjes. Ik heb Prisoners of Azkaban. Dat is ook een hele mooie set. Die ga ik dadelijk gebruiken als ik niet vastloop. En ik heb wat van Shy Guy. Die heeft ook prachtige sets. Even kijken. We hadden een. Ik moet paadjes hebben, jongens. Paadjes. En dat zit bij paadjes? Nee, die zit daar niet bij. Ik moet het even zoeken. Want er zijn zoveel objecten. En je wordt er gewoon eigenlijk mee doodgegooid. Als je ziet hoeveel objecten er zijn in de game. Hoeveel je er kan downloaden. Van Efteling tot aan objecten van Disneyland. Dan is dat echt extreem veel. Maar echt extreem veel. En ik zoek nou naar pet. Dat je pad kan maken. Dat je er wat over heen kan doen. En we gaan gewoon even door de objecten. Zodat jullie even kunnen kijken van wat we allemaal precies hebben. Het is totaal in het Nederlands. Dus dat is wel handig voor de mensen die moeilijk Engels kennen. Even kijken hoor, jongens. Want ik. Fantasialand ook nog. Hij moet hierbij staan. Ik meen het serieus. Hij staat hier niet bij. Maar hij moet er wel ergens bij staan. Nou, dit zijn de bomen. Zoals je ziet, die rotsen die we net hebben gepakt, die kunnen we gebruiken. Even kijken hoor. Cactusjes kunnen we gebruiken. Roosjes. Roosjes, die moeten we ook nog plaatsen. Roosjes zijn vergeten. Ik vind kleur. Kleur maakt het. Kleur maken. Kijk, dit is allemaal groen. Weet je wel van, ze hebben alleen maar groen in dit park. Maar geel is belangrijk ook. Geel, zo, hoppakee. Kijk, dit ziet er al. Ik vind het er zo leuk uitzien nu al. Gewoon nu al met die kleuren. Dat maakt het gewoon. Hè. Dit is gewoon nog eens het hele park natuurlijk. En dat gaan we natuurlijk veel mooier maken. Natuurlijk, als ik het een beetje weet te vinden weer, de objecten, dan kan ik nog sneller bouwen. Dus we gaan nu eventjes kijken waar dat stond. En ik denk dat het bij die petcover staat. En dan gaan we gewoon door met bouwen. Dan heb ik iets van YOLO. We gaan gewoon nu door met bouwen, want het duurt te lang. Prisoners of Azkaban. En als je dan kijkt naar de objecten, hebben we hier bijvoorbeeld een kratje. Nou, dat kratje kunnen we hier neerzetten zo. En ja, YOLO. Hè? Ja, ik vind het raar. Misschien vinden mensen het raar dat ik zomaar een kratje neerzet hier. Maar je kan er ook bijvoorbeeld twee op elkaar doen zo. En dan zou je deze kunnen draaien. En dan heb je inderdaad een paar kratjes zo. Twee aan elkaar kan niet, dat is onrealistisch. Je moet hem draaien. En dan zou je hem daar kunnen zetten. Gewoon een paar kratjes, jongens. Gewoon een thematisering, dat hoort erbij. En dan wil ik een mooie. Oh, wat zijn dit dan? Broodbasket. Nou, die heb ik niet nodig. We hebben een muur nodig. Maar die staan hier niet bij deze set. Dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Traditional roofs, misschien staat hij hierbij. Zien wij een aantal muren, dan kunnen wij namelijk een soort ingangetje maken. Een onderdoor, dat mensen er onderdoor kunnen. Hebben we wat? Nee, ik zie geen muurtjes. Dan hoop ik dat het spel niet vastloopt. Als we Shy Guys. Dit is echt verschrikkelijk groot. Maar kijk hoeveel objecten je hebt. Dit is abnormaal. Abnormaal. Ik begin met de wall. En die maken wij in de kleur van Disney. Dus ik denk, we doen dit gewoon een beetje blauw. En dan maken wij gewoon een soort van. Oh, ik plaats hem al. Dat ging heel snel. Ik plaats hem gewoon hier. Zo. Ik plaats gewoon vier muurtjes. En dan even kijken wat voor objecten. We hebben zoveel dingen, jongens. Het is ongelooflijk hoeveel dingetjes we kunnen bouwen. Dat is juist fijn aan rollercoaster. Het is zo ongelooflijk geavanceerd wat je kan doen. En ja, dat vind ik verschrikkelijk leuk om te doen. Dat vind ik heerlijk, jongens. Dat vind ik heerlijk. Je hebt zelfs. Nou, het kost zoveel tijd, jongens, om iets te bouwen. Als je kijkt naar. Nou, ik heb zoveel respect voor mensen die altijd zoveel objecten bouwen. Kijk, wordt dit een mooie ingang, jongens? Ik weet het niet. Met raampjes erin. Ik weet niet of het er een beetje leuk uitziet. Oh, die man gaat er doorheen, zie je het? Ja, dat is het nadeel van. Ik ga deze afsluiten. Ik vind het helemaal niet mooi. Maar zo heb ik wel laten zien wat de mogelijkheden zijn in het spel. Ik denk dat ik gewoon eerlijk eventjes een attractie ga neerzetten. Nu al, gewoon nu al. Ja, ik vind de eerste attractie moeten we neer gaan zetten. En dat wordt natuurlijk een rustige attractie. En ik plaats altijd vaak een draaimolen in het begin. Dat is gewoon, ja. Ik denk dat de Rollercoaster Tycoon 2 komt. Maar dat, ja, ik denk het wel. Rollercoaster Tycoon 2 was natuurlijk wel, ja, geschiedenis. Ja, 1 natuurlijk al, en niet te vergeten. En bij 1 had ik al zoiets van, ja, geweldig. Echt een goede game. Rollercoaster Tycoon was echt een prachtige game.
Nu kunnen wij dit gaan thematiseren. Nou kunnen we zeggen van, we doen een bedcover op, zie je het? Ik vind het ook net iets mooi dit. Kijk. Het is jammer dat het niet aansluit, maar dat kunnen we zo doen. Kijk, je kan er gewoon onderdoor bouwen. Ja. Hier gaan we het breder maken. Dus we gaan hier dit weghalen, zo. Dan gaan we een pad hier omheen maken. Zo. En dan doen we dat je dan vier kanten uit kan gaan. Of twee kanten. Even denken hoor, jongens. Even denken. Laten we sowieso dit doen. Omheen. Zo. Nou, dit ziet wel aardig uit, jongens. Dit is al een leuk beginstukje voor een park. Ik maak deze twee breed. En dan maken we hier weer dat pad. Ik denk dat ik hem gewoon door laat gaan. Ja, ik had zoiets van, zal ik hem... Ja, het kan wel op zich. Ja, oké, YOLO. Lekker boeiend. We doen het gewoon. En dan doen we dit weg. Ja. Ik ben wel een zeurtje hoor, met bouwen. Ik wil het altijd een beetje prietje precies. Maar ja, dan weet ik in ieder geval... De afleveringen gaan lang duren. Dat zeg ik al van tevoren. De afleveringen gaan lang duren. Dit kost gewoon concentratie. Ik wil als doel stellen... Van met jullie allemaal. Jullie zijn bewijs ervan. Ik wil als doel stellen... Dat ik een ontzettend leuke dark ride ga maken. Dus een dark ride, dat wil dus zeggen... Wat de meeste mensen natuurlijk al weten... Is een attractie die binnenin is gebouwd. Ja, heel veel mensen zeggen... Joh, Vince, joh, meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Hier een verhoging, jongens. Dat staat wel leuk, hoor, die boulders. Ik ga het niet te veel doen, maar ik heb deze objecten nooit gebruikt. Echt nog nooit. Maar het lijkt me leuk om die stenen hier een beetje te gaan gebruiken. Oeh, dit is wel heel groot, jongens. Jeetje, joh. Dit is echt te groot, gewoon. Hier wat groen zo. Maar die steentjes zagen er wel leuk uit. Daar kun je op zich wel aardige dingetjes mee doen. Laten we die kleine boulders pakken zo. Zo. En dan maak ik hier nog een zo'n dingetje zo. Kijk, dat ziet er wel aardig uit, jongens, zo. Ja, hè? Ja, ik vind van wel. En als we daar dan dadelijk wat gras op doen, dan komt het helemaal op zijn plek. Als jullie gewoon even geduld hebben, dan maken we gewoon iets vets. We maken gewoon altijd iets vets ervan met elkaar, toch? Dat hoop ik. Zo. En die steen die zweeft, dus die maken we een beetje lager. Dat doen we met deze grote kei. Oh, dat is een grote jongens. Grote, zware jongen. Zo. En dat zei ik net al, je kan objecten door elkaar heen bouwen. Dat is het verschrikkelijke voordeel aan die custom scenery. Het is een prachtige uitvinding. En ja, ik ben er gewoon blij om. Kijk, en dan kan je dus, als je met shift drukt, kan je dus omhoog gaan. En dan kan je dus een beetje gras, kan je dus een beetje gaan plaatsen op die berg. Nou, kijk, ik heb hem hier wat hoger gemaakt, zoals je ziet. Hij staat wat hoger. Dat is onrealistisch, dus dat halen we weg. Ja, doen we gewoon met één klik. Kijk, dit ziet er al aardig uit, hè. En ik zou, voor grondcovers kan je nog dit doen, een beetje zo. Beetje gras zo. Kijk, dat verspreidt een beetje zo. En dan zou je nog een beetje van dat erbij kunnen doen, zo. Een beetje mos, dat lijkt net een beetje mos dat. Heel een beetje mos wat er groeit. Ik ga eens inzoomen. Het lijkt op een beetje bladeren, maar ik denk dat het een beetje mos is. En dan gebruiken wij nog van die plantjes. Die groeien gewoon op deze berg, zo. Kijk, dat is gewoon van die jungle. Ik doe me echt een beetje denken aan jungle, maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat het een jungle sfeertje wordt. Zo, kijk, die planten. Oké, die zweeft een beetje, maar van bovenaf zie je dat niet. En dan plaatsen we er ook nog een... Die plaatsen gewoon eronder. Gekleurde scrubplant. Is het een scrub? Het is een scrub. Zeg maar helemaal niks. Een paar boomstammetjes erbij. Zo, daar nog een boomstammetje. En daar nog één, zo. En dan plaatsen we ook nog van die... Oh, van die tree logs. Dan lijkt het net alsof die is gevallen. Maar, dan zou ik hem daar tegenaan doen. Oh, wat leuk. Dat ziet er zo leuk uit. Kijk nou. Ik vind het geweldig om dit te zien zo. Kijk, hier stond gewoon een woud. En die bomen zijn gewoon gesneuveld. En niemand weet waarom. En dan ligt er daarop ook zo'n zielig takje. Dan denk je van, ja, nou, die is ver gekomen. Die heeft gewoon de top bereikt. Die heeft echt hoog geklommen. Moet je kijken, die zit echt op die berg gewoon. En even kijken, we hebben nog trees. En die trees, die horen hierbij, jongens. We maken gelijk dit helemaal af, dit themagebiedje. Dit is een mooie, mooie achtergrond voor die draaimolen. Misschien een beetje darky en spooky. Maar ik denk dat we dit kunnen opfleuren met onze geweldige... hoe noem je die struikjes ook alweer?
Roosjes. Kijk, er wordt het altijd gekleurd. Roosjes plaatsen ook gewoon duidelijk op die berg. Gaat niet lukken, want je moet hem op de grond plaatsen. En dan maken wij van die gele roosjes. Doen we ook gewoon rode roosjes. Omdat het gewoon kan. Puur omdat het kan, jongens. Puur omdat het kan. Kijk, en dat maakt de setting wel wat vrolijker weer. Dat driehoekbereid is niet mooi. Zo. Hier. En dan gebruiken wij nog altijd die prachtige fans. Fans van... Het is net, ja, de kleine heg, hè? Niet de grote, maar de kleine heg. Kijk, en als we dat hier omheen maken, dan wordt de... Kijk, dan wordt het al iets anders, zie je het? Dit ziet er leuk uit, zo. Je moet je voorstellen dat je daar loopt. Hè, dat moet je altijd doen bij rollercoaster. Je moet je voorstellen dat je in een park loopt. Jij bent bezoeker, maar je bent eigenlijk ook nog de eigenaar van het park. Dus jij onderhoudt het en... Ja, en jij ziet het gewoon. Nou, kijk jongens, het is een beetje dark, maar dat komt door de kleur van het gras op de stenen. Maar ik vind het wel een heel leuk stukje. Het ziet er gaaf uit. Ik vind het leuk. Dus dit moeten we misschien wel laten terugkomen later. Kijk, wat ik bedoel, je kan er nog wat bomen bij zetten zo. De wat gekleurdere bomen, je kan er doorheen. Kijk, hier kan je hem zelfs doorheen maken. Zie je, je kan hem gewoon door de rots heen. Dan doen we hier nog een boompje zo. En ik zeg dat wij een grote boom pakken. Dat is de kleine hazelnootboom. Dat is een grote boom. Die heeft ook 4 blokjes. Of ongeveer, die nemen hoog blokjes in beslag. Zo. En dan maken we hier ook een paar hazelnootboompjes. Hazelnootboompjes. Zo heten die dingen. Ik kan er ook niks aan doen. Die heten gewoon zo. Zo. Huppakee. Nou, dit ziet er al ontzettend leuk uit. Mensen kunnen alleen nog wel in een draaimolen. En ik mis eigenlijk de kraampjes. Je moet je voorstellen, je komt in zo'n park en je hebt niks te vreten. Nou, dan zou ik al gelijk weggaan. Dus ik zou gaan voor de frietjes. En die frietjes zou ik gewoon domweg hier plaatsen. En ik zou daarnaast gelijk gaan voor de frisdrank. En de frisdrank die plaatsen we er gewoon naast. En wanneer jij je pad naar dit maakt, dan gaat automatisch dat frisdrank gaat ook naar die kleur toe. Nou, we gaan dit doordoen zo. En dit loopt gewoon recht vooruit. En dan kunnen we dadelijk nog wel wat vets maken. Let op. Want ik wou namelijk in dit gebied een kleine... Het is wel heel dicht bij de span. Dit wordt allemaal groen. Dit wordt allemaal bomen. En dan wil ik eigenlijk hier een pad maken naar daar. Oh. Zo. En dit pad gaat dan gewoon recht vooruit. Zo. Dus daar zit een knik in. En daar gaat hij omhoog. En dan gaan we misschien wel daar naartoe. Zo. En dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij weer... Zo. Gewoon nog een stukje verder. Omdat het kan. Dit is lelijk. Een frietkraam met frisdrank. Het ziet er leuk vormgegeven uit. Maar Rollercoaster was een beetje overdreven. Toen ze het gingen maken. Ja, ik weet niet waarom ik dat zomaar zeg. Maar... Ja, ik vind het niet heel geweldig. Dus ik open de Main Street. De Main Street Shy Guy 5. Shy Guy is een ontzettend goede ontwerper. Alleen heb ik nu gekeken dat wat ik van hem heb gedownload is geen muren. En ik heb muren nodig om te bouwen om dit heen. Dus even kijken of ik nog andere muurtjes heb gebouwd. In de hoop dat het spel niet vastloopt. Daarom ga ik hem nu maar even opslaan voor het werk wat we hebben gedaan. Dat doen we hier zo. En over de vinkstelpunt dat. Je zag het, hè? Ik heb 1 save game. Ik heb niet gelogen. Even kijken. Waarom zou ik liegen, jongens? Waarom? Het is al vreselijk genoeg om weer opnieuw te beginnen. Ik weet hoe het voelt, jongens. Nou, hier staan een soort kasteelonderdeeltjes in. En ik zie hier een muur. En ik denk zoiets van, YOLO. We gebruiken die muur gewoon. Ziet er wel een beetje saai uit. Het zijn, Oh, nee, het kan wel. Nee, het kan wel op zich. Ja, we doen het gewoon. Oké, nou moeten we nog een kleine walletje hebben, een muurtje. En die bouwen we erop. En dan denk ik dat we er nog... Kijk, het is wel vrij hoog. En we moeten het niet laten uitsteken. Dus wat wij nu gaan doen is... We plaatsen nog even 2 van die hekjes zo. En het grootste voordeel is dat je het dan ervoor kan plaatsen. Let op wat ik bedoel. Pats. Zo. Kijk. En als wij nou dan een dakje erop maken. En dan had ik een... Even kijken wat leuk staat. Dit ziet er ook leuk uit, jongens. Ik doe het gewoon. Ja, ik heb zoiets van... Waarom niet? Ik bedoel... Ja. Gewoon bouwen. Je moet gewoon bouwen. Kijk, dit had ik ook kunnen doen trouwens.
Dan was je ook in één keer klaar. Maar dan steekt dat rare ding er nog uit. Wacht even. Zo. Oh, dit ziet er leuk uit, jongens. Dit ziet er leuk uit. Ja. En dan gebruiken wij als dakje. Even kijken of het wat is. Oh, dit is ook zo heel leuk. Dit, kijk, dit kan je. Dit is, je kan zoveel doen, jongens, in het spel. Dit is. Alleen je ziet het niet omdat die muur verkeerd staat geplaatst. Kijk, je ziet zo die regeltjes hier lopen. Even kijken hoor. Maar we hebben geen muur. En wat is dit dan? Ja, het kan wel. Het kan wel. Ik weet niet of het een beetje te is. Ik denk dat het een beetje te wordt, dit. Het is een beetje ouderwets. Ik denk dat ik dan heel veel stels door elkaar ga doen. Heel veel verschillende stelsoorten. En dat mag niet. Zo. En een dak, jongens. Kom op. Hebben we geen mooi dakje? Ja, roef. Maar dat ziet er niet uit. Jongens, we gaan een dak erop doen. Wauw, Vince. Ik zou er niks meer aan veranderen. Flat? Nee, dat doen we niet. Roef small. Ik zou zweren dat dit zou kunnen. Nee. Nou ja, het kan wel. Maar dit kan wel. Maar dan moeten we dit voorbedekken. Let op. Dit kan wel. Dit is helemaal niet zo'n slecht idee. Nee. Dat zag er niet uit. Nee, we laten het gewoon zo. Nee. Dan komt de muur weer. En dan zeggen wij van... Oh, dan plaatsen we hem daar. Kijk, zo kan je heel makkelijk... Oh, shit. Oké, let op. Nou, en zie jij dat hier twee kraampjes staan? Ja, omdat je het weet. Maar je ziet het ook wel een beetje. Maar het ziet er wel in ieder geval veel leuker uit, dit. Ik vind het gewoon verzorgder uitzien dan twee van die losse kraampjes naast een pad, zeg maar. Ja, het klinkt misschien een beetje weird, maar ik vind dat nou eenmaal zo. Nou, dit gaan we door zo. Blablabla. En je ziet dat ik van twee paden naar één paad, één padje ben gaan. Eén paad. Twee paden. En ik vind dat wij een achtbaan moeten bouwen, want het is niet voor niets een Rollercoaster Tycoon. En ik denk dat ik dat in dit gebied ga doen. Om te beginnen ga ik eerst even dit afmaken. Dat doen we met boompjes. En dan gebruik ik gewoon even lekker de YOLO-bomen. En de YOLO-bomen, dat zijn namelijk de bomen zoals de grote dens. En de grote eikenbomen. Dat zijn de bomen, jongens. Dat zijn de bomen. De grote, zeg maar de hulst. Dat zijn de hulstbomen. Zo. En ik laat jullie dadelijk een heel, heel makkelijk trucje zien. Dat je denkt van, Vincent, je hebt mijn leven gered. Ik kan ook veel sneller bouwen in het spel. Ik laat het zo zien. Let op. Ja, jongens, ik keek even naar de opnametijd. Want als ik zo'n spel speel als dit, dan wil ik nogal veel opnemen. Ja, dan ben ik gewoon lekker bezig. Dan ben ik lekker aan het bouwen. En dan ga ik gewoon door met bouwen. Dat vind ik heerlijk. Nou, jongens, let op. Ik ga het je laten zien. En ik denk dat je het heel erg leuk gaat vinden. Dan doe ik alleen de kleine hulst er nog in. Er zijn veel bomen, hè. Maar ik vind ook dat parken hebben ook veel bomen nodig. Ik ga er wat bloemetjes in doen. En het bloemetje wat ik doe is natuurlijk de roosjes. En die verspreid ik over het landschap. Ik doe er niet heel veel. Ik doe er maar echt een paar. En dan pak ik er nog een paar gele. Want wij hebben namelijk enkel rode en gele rozen. Dat vind ik wat realistischer. Of je zou bijvoorbeeld in een attractie zoals Carnival Festival bijvoorbeeld. Dan zou je bijvoorbeeld wel gekleurde bloemetjes kunnen plaatsen. Even kijken. We zoeken de... Waar is mijn vriend? Waar is mijn grote vriend? Hier is die, denk ik. Is dit hem? Nee, dit is hem niet, de kleine struik. Het is een compacte, volle bos met struik. Volgens mij is deze het. Nee, deze is het niet, jongens. Waar zit mijn grote vriend? Dat is echt mijn favoriete bosje. Ik denk, deze is het, denk ik. Ja, dit is hem. Dit is mijn favoriete, dat bosje. Moet je kijken als je hem plaatst. Wat een prachtige bos met planten krijg je dan. Die moeten we sowieso verplaatsen in overal eigenlijk. Hier nog een paar, zo. Nou, ik ga jullie laten zien wat ik bedoel met awesomeness. Moment. Dit is het voordeel. Ik ga het even opslaan. Doe ik altijd, af en toe. We gaan het doen. Let op. Ik ga het uit mijn hoofd doen. We maken een aangepaste layout. Dat doen we door... Even kijken, hoe deden we dat ook weer? Jongens, wacht even. Rustig. Aangepaste constructies.
Verf kleuren op voorwerpen. Hoe is dat met die? Wacht even jongens. Je kan in de game een constructie opslaan, maar ook een gebied, een grondgebied. Nou, dan heb ik zoiets van, dit is hem, let op. Je wil iets opslaan, je pakt dit stuk, wat we hebben gemaakt. Ik kan dit er nog wel bij doen, zo. Dan sla je hem op en dan zeggen we bomenzooi. We noemen hem bomenzooi. Nou, ik hoop dat hij dan dat, als dat naam gaat doen, dat naam. Nee, hij maakt hem als die. Je laat hem weer, opnieuw. En ja, je kan er weer plaatsen. Dat hele bosgebied wat we net hebben gemaakt. Zo. Kijk. Nou, niks van te zien toch? Kijk. Je ziet er helemaal niks van. Nou, dat is het ideale. Je kan net als copy en paste in Minecraft. Kan je eigenlijk gewoon schematics maken. Dit is niks anders dan schematics. Of schematics, hoe je het ook wil zeggen. We gaan de achtbaan bouwen jongens. Ik ben het zat. En we hebben altijd heel veel keus met achtbanen. Daarom heet het ook Rollercoaster Tycoon. Het is helemaal gebaseerd op achtbanen natuurlijk. En als ik één ding wil laten zien jullie waar ik niet op ga klikken. Anders loopt waarschijnlijk mijn spel vast. Dat is... Even kijken. De... Hij staat er niet bij. Funhuis. Oh, die moet er ook in. Die doen we dadelijk wel. We gaan een achtbaan maken. Ik denk dat we een... hangende vind ik ook een prachtige achtbaan altijd. Hangende achtbaan, daar ben ik helemaal gek op. Dat kunnen wij hier selecteren. Stalen, houten, opgehangen en waterachtbanen. Nou, dan zien jullie een aantal mogelijkheden. We kunnen gewoon een inverted achtbaan. De hangende achtbaan met helikoptertjes. Maar daar kan je niet veel mee doen. Dat zeg ik je eerlijk. Jongens, die muziek wil ik ook gek van. Inverted shuttle. Deze, inverted achtbaan gaan we maken. En ik ga gewoon een layout maken. En ik ga nu bedenken, gaan we het een kinderattractie maken of een beetje volwassener. Ik denk dat we een beetje ertussenin gaan doen. Maar deze gaat niet over de kop, denk ik. Nou, zoals je gezien heb ik hem wat hoger geplaatst dan normaal. En ik wou hem in het begin al gelijk naar beneden laten gaan. Ik vind dat prachtig als een achtbaan gelijk al een volle draai maakt. En even wachten, want als het goed is, kan ik namelijk... Dat kunnen we niet doen, wat je net zag. Even kijken hoor. Nee, dat kan ook niet. Oké, we moeten dus een kleine draai... Jammer dat je dat niet kan doen, jongens. Ja, jullie weten niet wat ik wil doen. Dit wil ik doen, juist. Juist, dit wil ik doen. Dit wil ik doen. Dat bezoekers kunnen kijken van... Oh, mama, daar gaat papa. Oké, en nou krijg je de toetakeling. Ik vind dat zo verschrikkelijk leuk om dat te maken. En je kan hem ook testen, dat is voor de rollercoaster. Kijk, je kan testen hoe die gaat. En dan moeten we hem even op play zetten. Oh nee, hoeft niet per se. Kijk, zo gaat hij. Nou, redelijk hard al. Zo. En dan gaat hij omhoog, zo. En dan hier komt de toetakeling. Vanaf hier pas. Kijk, hier zo, hier komt de toetakeling. Mag ik even testen of hij dan genoeg vaart heeft om die toetakeling te halen? Ik denk het wel, jongens. Ja, perfect. Oké, dan laten we hem niet te hoog gaan. We moeten even kijken hoe hoog zullen we hem laten gaan. Oh, nee, niet zo snel omhoog. Even kijken hoor. Gewoon zo. Met, heel veel mensen vergeten het ook om die toetakeling, die kettinglift, moet je altijd in de achtbaan doen. Zo. En nu gaan we hem omhoog laten gaan. Dat moet je ook uitdoen, hè jongens. Zo. En nu gaan we een bochtje maken. Een beetje een scherp bochtje. Waarom doen we dit niet? Zo, dit vind ik ook geweldig om te doen. Echt nou, mij of hebben we heel weinig bouwterrein? Oh, is dit de hoek al? We hebben heel weinig bouwterrein, zie je dat? Het is helemaal niet veel dit. Nou, dan kunnen we dit wel volmaken, toch? Met een heel park. Ik vind het best. Challenge accept. Oké. We gaan hem weer omhoog maken, zo. En dan zou ik ongeveer zoiets doen, zo. Oké, ik denk dat hij dit wel gaat halen. Hij zou hem moeten halen. Hij zou het moeten halen. Omdat hij hier natuurlijk al wat vaart krijgt. Maar de kettinghill is niet zo heel snel. Die zouden we eigenlijk wat moeten harder maken, zo.
Kijk, gaat hij? Gaat hij het halen? Ik weet het niet hoor. Nee. Net. Waarschijnlijk moet ik de toetakeling dan wat sneller doen. Zag je wat ik deed? Dat is niet goed. Ik zou dan zoiets doen. En dan nu een bochtje. Zo. Schuin, zo. En nu kunnen we... Zo. Ik maak maar wat hoor. Dit is gewoon echt YOLO werk hoor. Ik vind het wel leuk zo. Hier gaat helemaal niet hard. Hij gaat gewoon rustig op zijn gemakkie. Het is gewoon een hele stoere achtbaan, hoop ik. Ja, nu gaat hij wat slomer en nu gaat hij weer langzaam. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Onder de grond. Ik heb daar zo'n hekel aan als dit gaat gebeuren in je map. En ik wil het toch nu gaan doen. Ja, ik heb daar zo'n hekel aan dit soort dingen. Dat je een diepte moet gaan maken. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik ga het maar gelijk ophogen. Want ik ga er gewoon niet mee. Ik vind het een verschrikking. Echt waar. Ik heb er een scheidhekel aan. Als we dit moeten doen. Als je land moet verlagen en hogen. Dat is. Dan moet je gewoon. Dat is gewoon een vak apart. Zo zie ik het altijd. Het is gewoon echt een vak apart. Even kijken. Hoe gaan we hem nog verder doen? Ja hoor. En dan gaan we hem recht maken. Kunnen we een looping erin doen? We kunnen een... Ik weet niet of dit... Nee, dat haalt hij sowieso niet. Een half looping weet ik niet. Ik kan het proberen, maar ik weet niet of het dan... Ik ga het proberen. YOLO. Ik ga het gewoon proberen. Wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik. Maar ik denk dat hij dit niet gaat halen. En als hij het haalt, nou ja, dan... Ja, ik denk het sowieso niet. Ik denk... 30% kans dat hij dit gaat halen. 40%. Nee. Ik zag het al. Dit haalt hij niet. Waarom doe je het dan, Vincent? Ja, weet ik niet. Ga niet van die moeilijke vragen stellen. Hij heeft niet zoveel vaart, attractie. Die achtbaan heeft niet zoveel vaart. Maar het ziet er leuk uit op zich. Alhoewel, ik heb betere layouts gemaakt. Ik vind hem niet zo heel bijzonder. Maar dat komt tot de thematisering. Is er ook nog niet, hè? Kijk, maar hij komt zo, dus er mag geen knik in de baan. Dus je moet hem dan zo. Je moet deze erin houden, zo. Deze bocht. En dan zou je eigenlijk... Zo. Ja, dit kan wel zo. Dit is wel leuk zo. Kijk. Want dadelijk moet hij natuurlijk... Hij moet natuurlijk wel weer naar het station... En dit is bijna de hoogte nog. We zouden hem ook twee keer kunnen takelen op zich. Maar dat ben ik niet zo'n voorstander van. Twee keer een achtbaan laten takelen. Het ziet er zo heel lelijk uit altijd. Hij gaat helemaal niet zo hoog hoor. Dat valt best mee. Hij heeft niet zo heel veel vaart. Nou ja, ik laat hem ook niet heel diep gaan hoor. Raakt hij toch weer de grond. Oké, jongens, ik ga het doen. Ik ga land verlagen. Ik ga hem gewoon verlagen, jongens. Oh, jee, dit vind ik... Oh, dat is lelijk, jongens. Oh, kijk hoe lelijk. Verschrikkelijk. En nu is hij nog lelijk. Daarom is het aan mij, juist aan mij de soort van missie om het juist mooi te maken. Dat is juist de missie voor mij. Het gaat me lukken. Ik ga het proberen. Want wie niet waagt, wie niet wint. Zo, en dan gaan we hem hier naar beneden laten gaan. Moment. Zo. Oh, ik weet al een heel leuk idee. Ik weet al een heel gaaf idee, jongens. Hij gaat hier, ja. Dit wordt een hele leuke achtbaan, denk ik. Hoop ik. Dat hoop ik, hè. Ik zeg niet dat het een leuke achtbaan wordt. Maar ik hoop dat het een leuke achtbaan wordt. Dat is wat heel anders. Mensen. Ik ga kijken hoe het die maal. En dan ga ik stoppen met deze aflevering. Dan gaan we volgende keer gewoon lekker verder met dit spel. Op zich ziet het nu wel leuk uit, deze layout.
Nou, gaat hij omhoog zo. Hoop. En dan moet hij, dit is... Dit kan. Het gaat lekker hard. Oh, dit is leuk. Dat is leuk. Zag je dat, hoe die ging? Leuk hoor. En of we hem twee keer laten takelen, dat weet ik nog niet. Oh jee, ik heb het allemaal eentje opgehoogd. Zie je dit? Oh gosh. Oh jee. Nou, dat doe ik later wel mooi maken, jongens. Ik ga opslaan. We gaan stoppen met deze video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Vergeet niet een groen duimpje te geven. Zou heel fijn zijn. En zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video in Rollercoaster Tycoon. Nummer 3 is dit, hè? Ja. Aflevering 7 komen we dan. Doei doei!